Zelfvertrouwen ontwikkelen. Zelfvertrouwen is een belangrijk onderdeel van je leven. Zonder zelfvertrouwen kun je het slachtoffer worden van verschillende angsten, zoals angst voor het onbekende, angst om te falen of diverse fobieën. Vertrouwen komt van het weten dat je een taak kunt volbrengen en is gebaseerd op positieve resultaten uit het verleden, zoals bijvoorbeeld een wedstrijd winnen. Het komt ook van positieve bevestiging door je ouders, vrienden en familie. Een persoon met weinig zelfvertrouwen heeft vaak weinig successen gekend of positieve bevestigingen gekregen. Als je constant geplaagd werd door je ouders en je vrienden, dan is het makkelijk om je zelfvertrouwen te verliezen en om steeds onzekerder over jezelf te worden. Maar een persoon met zelfvertrouwen komt van dezelfde plaats. Een persoon met weinig zelfvertrouwen moet dus gewoon iets harder zijn best doen om positieve resultaten te kweken. Dat betekent uiteraard niet dat je harder moet werken aan het verdienen van de goedkeuring van anderen die niet in je geloven of steeds kritisch tegenover je staan. Als er taken zijn die je moet vervullen, maar waarin je geen zelfvertrouwen hebt, dan kun je klein beginnen of van een expert leren hoe je met succes die taken kunt behalen. Als je ongeduldig wordt, geef dan niet op en blijf proberen tot het je lukt. Experts zijn er niet op één dag geworden. Naast het ontbreken van de vaardigheden om een taak te volbrengen, is een andere oorzaak van weinig zelfvertrouwen ook te vinden in een negatief zelfbeeld. Dit soort mensen neemt vaak aan wat anderen over hen zeggen en denken er dan veel te veel over na. Dat wordt dan een gewoonte en dan proberen ze te voldoen aan de verwachtingen die anderen van hen hebben. Dat zorgt bijna altijd voor falen, aangezien het niet in je natuur is om te leven volgens de verwachtingen van anderen. Zelfvertrouwen ontwikkelen betekent leren om jezelf te zijn. Het eerste wat je moet doen is je richten op het stoppen met negatief over jezelf te denken. Begin de dag met positieve affirmaties tegen jezelf te zeggen en doe hetzelfde voordat je gaat slapen. Besef dat niet iedere persoon met alles succes heeft en dat falen gewoon een nieuwe leerervaring is. Je kunt mensen hun reacties op jou anticiperen door je eigen antwoord al te ontwikkelen voor als het nog eens zou gebeuren. Als ze beseffen dat ze je niet kunnen kwetsen, dan stoppen ze ook met daar energie in te steken. Dan hebben ze geen controle meer over de manier waarop je over jezelf denkt. Zoals Roosevelt zei, niemand kan je minder waardig doen voelen zonder dat jij daar jouw toestemming voor geeft. Koenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is de auteur van het sensatiehandboek De Verboden Geheimen van Persoonlijke en Energetische Ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief.